dat is een probleem dat elk jaar terugkeert en we willen daar bij Radio 2 natuurlijk ook een beetje aandacht aan besteden. We zijn hier in alle vroegte in Leuven en dat heeft zo zijn reden, want zo dadelijk zal Radio 2 hier live verslag uitbrengen van een politiecontrole, want het gaat vandaag over fietsers en hun veiligheid. Margot, jij gaat vandaag fietsen controleren. Ja, want we willen de mensen stimuleren om vaker de fiets te nemen. Maar ja, je hebt het zelf wel al gezien. Het wordt later klaar, het wordt vroeger donker. Dus het is belangrijk dat we veilig op die fiets zitten. En daarom ga ik vanochtend een controle meevolgen met de politie van Leuven. Die staan hier al achter mij. En ik vind het extra spannend, want er zit hier ook een cameraploeg op mij met een personeel. Het is extra spannend, want we gaan hier ondertussen ook een aflevering van Kijk Uit opnemen met Sophie Leenaerts. Dus een spannende ochtend vandaag. Margot van de regio. Margot, jij bent reporter hier ter plaatse voor Goedemorgen Morgen. Heel fijn dat jullie aandacht willen besteden aan de fietser en hun veiligheid. Ja, met heel veel plezier. Het is heel belangrijk. We hebben bij Radio 2 een heel groot luisterpubliek waar veel fietsers in zitten, maar ook veel ouders van fietsende kinderen. En wij willen de luisteraars inspireren om vaker de fiets te nemen. Maar dat moet op een veilige manier en een zichtbare manier gebeuren. Zeker nu dat vroeger donker wordt enzovoort. Dus wij komen hier eens een ochtend een fietscontrole volgen bij de politie van Leuven, want dat is hier een echte fietsstad. Om eens te kijken hoe je veilig op zo'n fiets kan zitten. Ja, ja, van de regio, daar is Margot. Goed dat je een fiets hebt trouwens, maar die is ook helemaal in orde. Onze Margot van de regio zit ook op de fiets met Sophie Leenaerts van het tv-programma Kijk Uit. Waarom is het belangrijk om zichtbaar op de fiets te zitten? Zichtbaarheid is natuurlijk heel belangrijk, dat mensen je niet gaan aanrijden natuurlijk. Maar ik denk dat zichtbaarheid ook belangrijk is voor jezelf, want ja, met een fietsverlichting zie je natuurlijk veel beter. Daarom is het ook trouwens verplicht om fietsverlichting te hebben, op je fiets of op jezelf. Wanneer het donker is, maar ook bij ochtendgloren bijvoorbeeld of bij avond, dan moet je die verlichting nog altijd gebruiken voor je eigen veiligheid natuurlijk. Ja, en die fietsverlichting die moet ook op een juiste hoogte staan, want daarnet werd er nog een meisje tegengehouden en ik dacht, maar die is perfect in orde, want haar fietslicht brandt, maar daar was dan toch iets mis mee. Ja, die werkte wel, maar die was een klein beetje te hoog afgesteld en dat werkt dan natuurlijk verblindend. Dus ja, je fietsverlichting moet wel op de juiste hoogte staan, want anders heeft het weinig effect. Oké, en een fietslicht kan nooit lang genoeg branden, dat onthoud ik ook. Ja, natuurlijk. Het maakt je extra zichtbaar in het verkeer, zoals het fluo hesje bijvoorbeeld. In het donker werkt dat maar tot 25 meter. Ja, dat is bijna niks, hè, 25. Zo'n reflecterend vestje bijvoorbeeld in het donker, 150 meter dat je nog altijd zichtbaar bent. Maar overdag heb je ook zichtbaarheid nodig en dan is fluo extra belangrijk. En als het regent en als het mist is, ook altijd jouw fietslicht laten branden. Ja, het is verplicht. Is de zichtbaarheid minder dan 200 meter, bijvoorbeeld als het heel fel aan het regenen is, dan moet je je verlichting dragen. Mathieu, ik heb wel de indruk dat de Leuvenaars goed zichtbaar zijn op de fiets. Ja, dat is ook onze ondervinding. De mensen zijn zeker de laatste jaren heel goed voorzien van lichten, ook van reflecterende kledij. Er zijn ook wel een paar mensen tegengehouden. Hè? Wat was daar precies het probleem? Ja, op de tientallen fietsers die voorbij gereden zijn, werden er toch 3 zonder licht. Dan worden die aan de kant gezet en op het terrein zijn bestreng. Die mensen krijgen een boete. En hoeveel betaal je dan als je niet in orde bent? Dat is 58 euro en daar komt dan nog 10 euro en 10 cent administratieve kost bij. Ja, en terecht, hè, want je moet gewoon zichtbaar zijn op de fiets. Want fietsen is leuk, maar het is nog leuker als je voor iedereen zichtbaar bent. Mathieu, de actie voor de zichtbaarheid die is gedaan. Jullie zijn nu aan het focussen op gsm. Maar ik onthoud toch dat de Leuvenaar goed in orde is. Op het gebied van fietsverlichting was de Leuvenaar deze ochtend goed in orde. Daarnaast doen we, zoals hier, ook controle op gsm-gebruik bij de fietser. En waar we in Leuven ook wel heel erg op focussen, is het negeren van de verboden rijrichting, het rijden in de verboden richting op fietspaden en ook de technische staat van de fiets, dat die volledig in orde is. En jullie sensibiliseren ook? Ja, inderdaad. Dat doen we onder andere samen met de preventiedienst van de stad Leuven. En daar zitten we voornamelijk in op sociale media. Dan communiceren we over wat er belangrijk is om veilig in het verkeer te kunnen gaan. Oké. Wel, fietsen in de herfstmaanden is natuurlijk superzalig, maar extra voorzichtigheid is wel geboden. Safety first! Je kan Kijk Uit ook volgen op deze sociale media.